Ja, helemaal uit Diemen. Ik was ook blij dat er een stoel op me stond te wachten, want kon ik even uitrusten van de reis. Nou, wij zouden het kunnen lopen, Pastor Stanley. Wij zijn wandelaars, we houden van lopen en wandelen. En we wandelen niet alleen met God, maar we wandelen ook met onze vrouwen. Marion wandelt ook, is mijn vrouw. Dan weet u dat ook. Maar goed, daar bent u niet voor gekomen om te horen dat mijn vrouw en ik wandelen. Amen. Of wel een beetje? Een beetje wel, amen. Voor ik met het woord begin, even naar de klok kijken. Ik heb bijna een uur de tijd, dus gaat u ontspannen zitten. En kijken wat de Heer met ons wil delen. Ik zeg met ons, want ik sta iets hoger nu, maar het is niet zo dat ik u even ga vertellen hoe het zit. De Heer spreekt tot ons, wij zijn één lichaam. Maar dit is wel praktisch, dat ik iets hoger sta. Uw voorganger zei het al, ik heb een verlangen om zoveel mogelijk mensen voor Jezus te winnen. En in de Westers-Europa is dat een verlangen wat soms grote frustraties teweeg brengt. Bent u het mee eens? Oké. Maar ik geef de moed niet op, want we hebben alle reden om door te gaan. En dat is onze Heer Jezus Christus die de opdracht geeft. Dus we gaan door tot de laatste bazuin of tot we ons slapen. Amen. We blijven doorgaan. Althans, dat is mijn streven. En in dat streven heb ik gedacht, hoeveel van u herkennen dit, dat je wel eens met iemand spreekt in een trein of in een bepaalde gelegenheid. En een van de twee staat in ene op en die moet weg, want die moet een andere trein halen of moet uitstappen of whatever. En je denkt, oh, ik was nog niet klaar. Ik wou nog iets delen. Herkent u dit? Gelukkig. De volgende keer wil ik meer handen zien, hè? Want de oogst is groot, hè? Dus blijf dat delen, hè? Het evangelie. Maar ik heb er iets op gevonden. We zijn bezig, de DVD is nu bijna klaar en die heet Wedergeboorte. Gods vredesaanbod aan u, jou en mij. En dat zijn 5 korte studies van iets meer dan een uur bij elkaar. En die laten van Genesis tot Openbaringen het verlossingsverhaal van God zien vanuit Gods optiek. En dat is heel belangrijk, dat wij mensen de dingen kunnen laten zien vanuit Gods optiek. Want als er één is die het goed ziet, is het God. En die het scherp ziet. Dus het is de kunst altijd van elk kind van God, dat wij aan onze generatie kunnen laten zien hoe God het ziet. En ik denk deze DVD helpt daarbij. Het is een evangelisatiemail, we maken er geen winst op, het is echt iets om uit te delen. En ik ben heel enthousiast erover. Ja, dat moet ook wel natuurlijk, anders zou ik hem niet gemaakt hebben, maar het laat zien hoe God het ziet. Want probeer je eens voor te stellen in een Filistijn, dus een niet-gelovige. En je gaat hem of haar vertellen, ja, moet je eens goed luisteren, Jezus is gekomen en hij is voor jouw zonde aan het kruis gestorven. Dat is helemaal waar. Maar hoe klinkt dat in de oren van een niet-gelovige? Hoe klinkt dat? Ja, en dan moet je zeker de Amsterdammers hebben, de nuchtere ouderwetse Amsterdammers nog. Van ja, hij hoeft allemaal niet voor mij aan het kruis te sterven. Dat slaat nergens op. Hij begrijpt het niet, of wel? Maar als je het uitlegt vanuit Gods woord, onder inspiratie van de Heilige Geest, dan gaat hij het verstaan. Want het is niet zo absurd wat Jezus gedaan heeft. Het is heel goed te onderbouwen. Vanuit Gods optiek is het zo logisch als 1 plus 1 2 is. Maar goed, dat is de DVD. Het is niet de preek. Want ik heb toch heel veel tijd, dus ik ga het goed gebruiken. Amen. Maar bid er alstublieft voor. Dat als je nu weer in de trein zit, of ik, en het gesprek is nog niet af, dan zeg je maar, wacht even, ik heb iets voor u. En dan geef je het evangelie in een notendop. En dan kunnen ze thuis, zonder dat mensen naar ze kijken, op hun gemak, komt het evangelie tot ze met schema's, met afbeeldingen. En ik geloof dat het heel helder is. Dat denk ik. Oké, we gaan nu naar het woord. Want sommigen kijken heel beteuterd, die zeggen, nee, ik wil de preek horen. Nee, maar dit is ook belangrijk. Dit is ook belangrijk. Het thema van deze ochtend is wankel niet.
En de subtitel is Staande blijven in de eindtijd. Dus wankel niet. Staande blijven in de eindtijd. En dat is echt een boodschap die we allemaal nodig hebben om te horen. En we kunnen daarvoor gaan opzoeken 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 2. Soms in de eigen gemeente ben ik zo aan het spreken en dan vergeet ik gewoon zelf de tekst op te zoeken. Maar dit gaat hier wel lukken. Als ik geen geritsel meer hoor, dan ga ik ervan uit dat we allemaal op de juiste pagina zitten. En daarboven staat in de herziene Statenvertaling de openbaring van de mens der wetteloosheid. Paulus schrijft daar in ieder geval al voor de tweede keer aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En Paulus zegt, en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft bovenal wat God genoemd, of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen, toen ik nog bij u was, verteld heb? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. In de eerste 2 versen die we gelezen hebben uit onze tekst, waarschuwt Paulus de gelovigen van Thessalonica. En hij zegt dat ze zich niet zo makkelijk uit hun evenwicht moeten laten brengen. En dat zegt hij met betrekking tot de komst van Jezus Christus. Dat houdt verband met de komst van Jezus. Deze Thessalonicenzen raakten een beetje overspannen en in paniek door allerlei uitingen en informatie die tot hen kwam ten aanzien van de wederkomst van Jezus. En elke vorm van paniek die wij persoonlijk of die onze samenleving ervaart, komt uit een bron. Paniek komt niet zomaar. Paniek heeft bronnen. Zaken die paniek veroorzaken hebben bronnen. En Paulus noemt er 3 in onze tekst. En de eerste bron is een uiting van de geest. Er staat geen hoofdletter G, dus het is een uiting van een menselijke geest. Het kan van de Heilige Geest zijn, maar het kan ook van de menselijke geest komen. Dat is de eerste bron. De tweede bron is een woord, zo noemt Paulus het, een woord die de mensen ongerust maakt. En de derde
is een brief, een vermeende brief van een apostel. Dus een vorm van communicatie met gezag. Er is een groot verschil of een apostel iets schrijft, wel een echte apostel, geen schijnapostel, een echte, of iemand anders. En dat zijn de drie bronnen die de Thessalonicenzen in verwarring brengen, aan het wankelen. En als Paulus in onze tijd had geleefd, dan had hij ook nog erachter geschreven, en laat u niet gek maken door allerlei publicaties op het internet. Amen? Heel goed, amen. Ik hoor een krachtig amen. Uiting van de geest. Het is zo belangrijk dat wij leren te toetsen en te onderkennen of iets echt uit God is. Of dat we te maken hebben met een fonie, dus een oplichter. Of dat we te maken hebben met nog erger met een spirit, een geest. Die kunnen allemaal zich uiten door een mens. En het is onze verantwoording en niemand anders om dat te onderscheiden. Wij moeten onderscheiden. We kunnen niet voorkomen dat soms er woorden tot ons gesproken worden of dat we onder informatie komen die niet van God is. Dat kan soms gebeuren, maar wij moeten wel toetsen en wij moeten onderkennen of het van de geest is of niet. Johannes zegt, geliefde, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Heel belangrijk. En het is niet alleen zo met een geestesuiting. Als hij tot ons komt, of hij van God is, het kan ook nog eens zo zijn dat degene die het ontvangt, in zijn of haar enthousiasme ermee aan de haal gaat. Want God heeft zijn tijdschema. Je kan een woord van God horen, maar je kan er te snel mee aan de haal gaan. En God bepaalt op welk tijdstip en niet wij. Dus als wij horen dat God ons gaat gebruiken, ik zeg maar iets heel vreemds, in China, voor een opwerking in Peking of zo, dan moeten we niet meteen morgen op Schiphol staan met onze koffer. Dat lijkt me niet wijs. Dus het heeft ook met onze perceptie te maken. Als we iets van God krijgen, moeten we leren het beheerst bij God in gebed te brengen. Ik heb een aantal profetieën gehad in mijn leven. Een aantal dacht ik, oké. Ik ben altijd voorzichtig. Sommige dacht ik, oké. Maar wat ik altijd doe met elke profetie, stel dat dit een profetie is, is het niet, is een woord. Maar stel, dan pak ik het. Ik neem het mee als ik het serieus acht. Ik bespreek het met de Heer. En als het van de Heer is, hoef ik me helemaal niet druk te maken. Dan komt het uit. Ik hoef er ook niet in te bewegen per se als ik het niet ervaar in mijn eigen geest. Maar hoeveel weten als je onrustig wordt van binnen. Echt onrustig. En je weet niet waar het vandaan komt. Het is niet voor een belangrijke voetbalwedstrijd van Ajax, hè? Dan word ik ook eens onrustig. Dat niet, hè? Niet die onrust, maar echt blijvend onrustig. Dan moet er een lampje gaan branden. Want de vrede van God raakt in beroering. Dat is heel belangrijk, dat is een toetselement. Daar moet u niet alles aan ophangen, maar het is een belangrijk element. En dat heeft met perceptie te maken. Communicatie is zo belangrijk. Ook in het koninkrijk van God. Er kan zo vaak miscommunicatie ontstaan. Het is zo belangrijk dat de zender duidelijk is, maar ook dat degene die moet ontvangen, scherp is. Wie kent dat rare programma van die Engelse Hallo Hallo? Ik kijk ook wel eens, ik kijk niet vaak tv, maar daar keek ik regelmatig naar. Dat is die Franse barkeeper, moet ik zeggen, barman. En die zit in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft te maken met miscommunicatie. Het is een leuk voorbeeld, u vergeet het nooit meer. Op een gegeven moment landen er twee Engelse parachutisten. Die komen onverwachts, die landen daar. En het verzet die leidt hen naar René. En ze zullen op een bepaald tijdstip moeten ze aankomen. En dan gaat René ze verder helpen. Maar die twee ongelukkigen, die komen te laat. En René is die Fransman, een beetje driftig. En dan komen ze bij hem aan, ze kloppen op het raam en hij doet open. En dan moet je het gezicht van die man alleen al zien.
En dan kijkt hij zo en is hij heel geïrriteerd, want ze zijn te laat. En dan staan ze daar een beetje onbeholpen. Ze verstaan geen woord Frans en hij verstaat geen woord Engels. En dan probeert hij duidelijk te maken dat ze te laat zijn. Dus hij tikt op zijn horloge. Dit doet hij. Hij kijkt ze aan. En die Engelsen begrijpen hem niet, hè? Dat ze te laat zijn. Dus ze praten met elkaar en ze zeggen, wat bedoelt hij? Ja, hij wil je horloge hebben. Dus die Engelsman is boos, maar ja, hij denkt, ja, ik ben afhankelijk van hem, dus hij geeft zijn horloge. Hè? En die Fransman, nee, dat bedoel ik niet. Nee. En begint hij weer op zijn horloge te tikken. En die ene in zijn wijsheid naar die andere, die zegt, wat bedoelt hij nou toch? Hij wil ook jouw horloge hebben, zeg je. Communicatie is zo belangrijk. Ook in de uitingen van de geest, toets het alstublieft. Ook mij moet u toetsen. Dit is geen grap, u moet mij toetsen. Niet dat ik onbetrouwbaar wil zijn, maar hey, wie zegt, u moet altijd toetsen. Niet paranoia worden. Als ik een keer Aaron zeg in plaats van Mozes, moet u niet zeggen, valse leer. Dan vergis ik me gewoon. Ja? Amen. Oké. Nee, dat het duidelijk is. En ook, nogmaals, onze perceptie is zo belangrijk dat we fijngevoelig zijn. Want een woord kan voor de ene grote zegen zijn. En voor de ander, omdat die innerlijk nog niet genezen is, kan het een juk worden. Het is zo belangrijk dat Floyd McClung, uw voorganger kent hem waarschijnlijk beter dan ik, die heeft ooit het boekje geschreven, Het Vaderhart van God. En hoe belangrijk was dat boekje wel niet? Want als wij preken over het hart van God en dat God een vader is, is dat voor sommigen misschien een mooi beeld. Maar voor heel veel mensen ook een afschuwelijk beeld. Omdat de vader niet de rol van de vader vervulde zoals die bedoeld was. En ik hoef geen voorbeelden te noemen. Maar zo belangrijk is het. En zo kan een woord misverstaan worden. Soms dan is er een woord en iemand zou het moeten aannemen. Maar het gaat hierin en daaruit. En degene die het niet hoeft aan te nemen, die is zo overgevoelig, die neemt het aan en die gaat gebukt. Daarom moeten we allemaal innerlijke genezing ontvangen. Moeten we rein worden, dat we geen zielenruis meer hebben die het woord vervormen. Of nog erger, demonische ruis. En natuurlijk, dat is ook heel belangrijk, dat is het gezag. Soms kijken wij op tegen mensen. Ik denk dat we alle mensen met respect moeten behandelen. En sommige mensen hebben, maar sommigen hebben posities dat hun woorden meer gezag hebben vanwege hun positie. We moeten alle mensen gelijk behandelen, vind ik. Maar we moeten wel beseffen dat als een minister-president iets zegt, dat het van een ander gewicht is dan dat ik wat zeg. Om het met een voorbeeld toe te lichten. Stel nu dat... Moet ik dan... Wat voor voorbeeld zal ik gebruiken? Oké. Stel nu dat ik zeg dat er een crisis komt. Omdat, om wat voor reden dan ook. En ik kom op televisie. En ze pikken me zo van de straat en ik vertel dat. Er zijn er een hele hoop mensen die schudden hun hoofd en die zeggen, zie je wel, die inrichtingen zitten al vol. Weet je, dan krijg je dit soort dingen. Maar als Mark Rutte dat zegt, is een heel ander verhaal. Of niet? Dat bedoel ik te zeggen. Maar wij moeten ons niet laten intimideren door verkeerde gezagspersonen. Want al ziet iemand er nog zo vroom uit, en al klinkt hij nog zo vroom, en al heeft hij 20 titels voor zijn naam, hij kan zich ook vergissen. Of nog erger. Amen. Dus die drie dingen die brachten de gemeente van Thessalonica in beroering. Ze kregen verkeerde informatie waardoor ze onzeker werden. En vandaag de dag hebben we behoefte aan de gezonde leer. Niet allemaal fantasiedingen van internet. Hoeveel antichristen zijn er wel niet geweest, die het niet zijn geworden? Ik geloof dat iedere grote leider wel daarvoor in aanmerking kwam, of niet? Het is niet belangrijk wie de antichrist wordt. Het is belangrijk dat wij klaar zijn als hij komt. En dat we niet voor hem buigen
En dat we niet in hem in zijn slinkse wegen gaan trappen. Dat is belangrijk. In vers 3 komt Paulus opnieuw met een waarschuwing. En hij zegt dit: laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Hier weer, misleiden. Als de Bijbel over misleiding spreekt, dan moet er bij ons meteen een lampje gaan branden. En dat lampje kan alleen branden bij u en bij mij en bij jou, als we aangesloten zijn, goed aangesloten op de lamp voor onze voet. En dat is niet de zaklantaarn van een pedicure. De lamp voor onze voet is het woord van God. Hier moeten we op aangesloten zijn. Want Jezus zegt, jullie dwalen tegen zijn tijdgenoten, want je kent de schrift niet, de lamp voor je voet, noch de kracht van God, de Heilige Geest. Dan ben je zeer kwetsbaar. Wij moeten dit woord kennen. Ja, niet helemaal van kaft tot kaft. Maar we moeten de essentie van het woord kennen. We moeten het onderwijs van Jezus kennen. Willen we niet bedrogen worden? Hoe kun je echt van namaak onderscheiden? Soms is het bijna niet te onderscheiden. Hoe kun je echt van namaak onderscheiden? Als je een deskundige bent ten aanzien van wat echt is. Hoe kun je dwaalleer onderscheiden als je een expert bent in de gezonde leer? Amen. Misleiding. De lamp. Misleiding is namelijk het sleutelwoord in de eindtijd. Ik heb een paar weken geleden in onze gemeente gezegd, ik heb zoveel wat ik jullie wil vertellen op dit moment. Er is zoveel behoefte aan bepaalde informatie. Maar ik begin er niet eens aan. Ik moet wachten op God en ik moet proberen te begrijpen wat God vraagt dat ik deel. Want het is overweldigend, de onwetendheid, de oppervlakkigheid, de onnozelheid binnen het lichaam. Hier scheelt dat, hier speelt dat niet, maar... Ik neem gauw een slok water. Mensen, we moeten niet onnozel zijn. Misleiding is een sleutelwoord in de eindtijd. En we krijgen er op grote schaal mee te maken. In de politiek, in de religie en in alle lagen van de samenleving. In onze onderwijssystemen. Misleiding. En weet u, als Jezus gevraagd wordt, op een bepaald moment dan in Matteüs 24 lezen we, dat gaat over de eindtijd. Als Jezus gevraagd wordt door zijn leerlingen, meester, kijk eens naar deze prachtige gebouwen. Herodes had een tempel laten bouwen, dat is een van de 7 wereldwonderen. Kijk eens naar die prachtige gebouwen, is het niet magnifiek? En dan zegt Jezus, zie je dat alles? Hij zegt, het wordt allemaal verwoest, er zal geen steen op de ander blijven. Nou, dan heeft u hun aandacht, hè? Dus ze wachten tot het rustig is, tot ze alleen met Jezus zijn. En dan stellen ze een paar vragen. Ze zeggen, als ze bij Jezus zijn, dan vragen zij, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst? En wat is het teken van de volleinding der wereld? Het zijn eigenlijk 3 vragen. Daarom maken heel veel mensen in de exegese fouten met Matteüs 24. Maar dat even terzijde. Maar dit is mijn punt. Wat zegt Jezus als zijn leerlingen zeggen, Heer, wanneer gaan die dingen gebeuren? Jezus zegt niet, oh, dat is een goede vraag, ga maar zitten, ik zal je antwoord geven. Hij begint zo, zie toe dat niemand u verleide. Weer dat woord. Hij komt eerst met een waarschuwing. Voordat wij allerlei dingen weten over de eindtijd, moeten we beseffen dat we ons niet moeten laten verleiden. Paulus spreekt over verleiding. Jezus spreekt over verleiding. En hier zegt hij nog iets interessants. In vers 12 van Matteüs 24 staat, of 11, dan zegt hij, er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen velen misleiden. De nadruk op hoeveel valse profeten? Velen. En hoeveel zullen ze verleiden? Velen. En wat zegt Jezus? Velen zijn geroepen. Weinig zijn uitverkoren. Weet u, broeders en zusters,
Wij moeten niet willen horen wat we willen horen. We moeten horen wat we moeten horen. Van Gods wegen. Anders krijg je gebruiksvriendelijk evangelie. Ook geeft u dit aanstoot, broer, dat Jezus zegt, u moet uw kruis opnemen en mij volgen. Dan halen we dat toch weg. Dan preken we er toch niet meer over. Vinden we de smalle weg niet aantrekkelijk genoeg, dan maken we er toch een brede weg van. Prosperity preaching. God wil je een Ferrari geven. God wil je een zwembad geven. God wil je dit. Kom op. Lijn 9 is ook goed. En dan ga je naar het zwembad. En dat is niet jouw zwembad, maar dat is toch gezellig met al die mensen. Flevobad. Lekker. Er is toch niks aan om alleen maar rondjes te zwemmen als een eenzame goudvis. Zussen. Mensen moeten de dingen relativeren. God wil dat we het goed hebben. God is een vader en een voorziener. En een vriend. En maar denk je dat God mij... Ik hoef geen eens een Ferrari. Je staat toch in de file. Maar denk je dat God zijn grootste probleem is dat ik een Ferrari krijg? Omdat ik het zo graag wil. Hij kijkt wel uit. Hij wil mijn karakter vormen. Hij wil dat ik op Jezus ga lijken. Hij wil dat ik niet met mijn Ferrari bezig ben, maar met de noden van andere mensen. Om die te helpen, te lenigen. Dat is gezond christendom. Laat je nooit imponeren door zo'n prosperity-patser met diamanten ringetjes aan zijn vingers. Die loopt te blaren dat God je wil zegenen, maar jullie moeten hem eerst zegenen. Er staat nergens in de 10 geboden, gij zult onnozel zijn. Amen. Toets, beproef, toets en beproef, toets en beproef. En in vers 12 staat er nog iets heel belangrijks. Hè? Want daar zegt Jezus dat de wetteloosheid zal toenemen. En dat zien we vandaag de dag. Iedereen praat over waarden en normen, maar waar baseer je die waarden en normen op? Wij weten dat het Gods woord is, dat de waarden en normen uit een eeuwige bron komen uit God zelf. Daar zijn de waarden en normen. En die houden stand. Onze onderlinge afspraken, we houden ons niet aan die afspraken. Niemand van de wereldmachten houdt zich aan de afspraken. Niemand. Maar we hoeven niet naar die wereldmacht alleen te kijken. Mijn vrouw die schoot een paar maanden geleden in de lach. En die zei, wij zijn zo onnozel, wij, hè, zei ze, hè, wij mensen. Wij nemen zelfs onszelf in de maling. Of niet? Sommigen kijken me zo verbaasd aan. Ik trap er niet in, wij nemen onszelf in de maling. Hoe vaak hebben we niet gezegd, ik stop met snoepen? Vandaag niet. En wat gebeurt er? We raken gefrustreerd. Of niet? Ik zal maar voor mezelf spreken. Dat is makkelijker, hè? En dan denk ik, nou, hey, ik moet nou uitkijken. Maar je raakt gefrustreerd. Wordt nu minder, hoor, want ik groei geestelijk langzaam, maar ik groei wel. En je bent zo gefrustreerd, je gaat op strooptocht. Je gaat op weg naar de ijskast. Of, we hebben twee hele grote, dit moet geheim blijven hier, van die trommels, daar zitten van die hartige dingen in. En dan kijk ik. En daarna heb je jezelf in de maling genomen, of niet? Je hebt jezelf in de maling genomen. En je voelt je dom. En je voelt je onbenullig, want je bent verslagen door een zak chips. Amen. En dan moet je de wereld voor Jezus winnen. Je kan niet eens een zak chips aan. Dus we nemen onszelf ook in de maling. Misleiding is de hoofdrolspeler in de eindtijd. Daarom is de vrucht van zelfbeheersing is een van de allerbelangrijkste vruchten van de geest. Ze zijn allemaal belangrijk, maar zelfbeheersing. Dat je zegt, hé, mijn vlees zegt dit, maar het woord zegt dat. En de vrucht van zelfbeheersing is ontwikkeld, dus ik doe wat de geest vraagt. En je groeit er langzaam overheen, hoor. Groeit er langzaam overheen. Misleiding. Paulus schrijft erover in 2 Timotheus
4, vers 3 en 4. Want er zal een tijd komen dat zij, dat zijn de mensen, de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Jezus zou nooit een goede prosperity preacher zijn geworden. Nooit. Niet alleen omdat er geen Ferrari's in zijn dagen waren, maar ook omdat hij sprak over een smalle weg. Hij sprak over een kruis opnemen. Hij sprak over dienen. Is het u, pastor, niet opgevallen dat alle conferenties bijna gaan over hoe je een goede leider wordt? En er geen één conferentie is hoe je moet dienen? Terwijl de vijfvoudige bediening, al die zware mannen en vrouwen van God in die bediening, worden door Jezus aan de gemeente gegeven om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. En was onze Heer niet degene die de voeten van zijn leerlingen waste? En die zei, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is wat Jezus leert. En Jezus is mijn baas. Is mijn Heer. Dus ik moet wel naar hem luisteren, anders zegt hij tegen mij, Jan, wat noem jij me Heere, Heere, maar je doet niet wat ik zeg. Maakt niet uit hoeveel succes je hebt op aarde. Als de Heere zegt, je doet niet wat ik zeg, heb je helemaal niks. Want ben je dood, dan moet je succes lekker achter je laten. En een week later weten ze niet meer wie je bent, hoor. Echt niet, met al je succes. Nog een waarschuwing van Paulus in de eerste brief aan Timotheus. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat er in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende, daar heb je het woord weer, ze zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Achter, nou dat weet u beter waarschijnlijk dan ik, maar achter al die stromingen, al die religies die ons van God aftrekken, zitten spirits. En waarom opereren ze zo? Omdat op een dag worden wij mensen wakker en dan zien wij dat we aan de welvaart, het bevredigt niet echt. Want we kunnen nog zoveel spullen vergaren, maar van binnen blijven we leeg. En de vijand weet dat. En die denkt, ja, straks gaan ze toch alsnog op zoek. Dus ik creëer religies, geestelijke dingen waar die mensen zich mee kunnen bezighouden. Als ze maar niet op zoek gaan naar het evangelie. Er zitten hele denkpatronen achter om ons te misleiden. We lezen het, zijn leringen van demonen, boze geesten. En dat zie je ook wel, want je herkent de bomen aan de vrucht. En alle die in het web van dergelijke bewegingen komen, hoe eindigen ze? Vaak door zelfmoord. Of ze eindigen in een inrichting. Of ze worden zo wereldvreemd dat ze niet meer weten wie ze zelf zijn. Of denken dat ze Christus zijn. In de vorige eeuw waren er onder de occultisten bijna 1100 die eindigden met het idee dat ze Jezus waren. Het is niet onschuldig. Onze strijd is geestelijk. En de vijand is geraffineerd. Ik verheerlijk hem niet, maar ik onderschat hem ook niet. En dan komt er een sterke openbaring, hè, in onze tekst. En deze vertelt ons wat er vooraf gaat aan onze hereniging met Christus. Paulus zegt heel duidelijk, eerst moet de afval komen. Veel mensen zullen het geloof vaarwel zeggen. Helaas. Is geen kingdom now preaching. Jezus zegt, als de Zoon des mensen komt, zijn wederkomst, zal hij nog geloof vinden op aarde. Paulus zegt, eerst moet de afval komen. Paulus schrijft over de eindtijd. De mensen willen het evangelie niet meer horen. Is niet aantrekkelijk. Maar wij moeten het evangelie wel blijven prediken. Want wij willen geen succes in aantallen, wij willen goedkeuring in de ogen van God. Amen. Jezus raakte niet in paniek, hoor, toen er een grote afval was in Galilea. Mensen liepen met duizenden achter hem aan. Na de vermenigvuldiging van de broodjes en de vissen was de menigte niet te houden. Ze wilden hem met geweld koning maken. Met geweld. Zo
Buitenzinnig waren ze. Maar daarna zagen ze dat ze Jezus niet voor hun karretje konden sparren. Want Jezus was geen prosperity preacher. Die vertelde niet wat ze wilden horen. Die ging ze niet pleasen door als een gek brood te breken weer. Die zei, werk niet om de spijs die vergaat, werk om de spijs die blijft. En toen moesten ze hem niet meer. En er staat toen, liet een hele schare hem in de steek. En raakte Jezus in paniek? Zei Jezus op een gegeven moment, wacht even. Nee, zo bedoel ik het niet. Nee, jongens, zo moet je niet zien. Dat zei hij niet. Hij zei tegen die 11 of die 12 achter hem, willen jullie ook weggaan? Nou, ga maar. Als je dan per se weg wil gaan, ga maar. Jezus verliest niet. Jezus kan niet verliezen. Jezus verliest niet. Wij hebben alles te verliezen. Hij biedt ons eeuwig leven aan op een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, in harmonie, in een wereld die we ons niet kunnen voorstellen. En hoe biedt hij die aan? Op een presenteerblad wat nat is van bloed en lijden en pijn en dood. Zijn bloed, zijn lijden. Als dat niet voldoende is voor ons, zegt Jezus, nou, sorry, doet me pijn. Sorry, doet me pijn. Jezus verliest niet. Wees ook niet afgunstig op de mensen buiten, zonder hoop, zonder God, in al hun weelde. Ik wil met niemand ruilen. God is mijn getuige. Er is een lied dat zegt, neem de wereld, geef mij Jezus. Ik hoop dat u dat ook kunt zingen. Vanuit uw hart. Eerst moet de afval komen. En natuurlijk kunnen we opwekking krijgen nog. Oh, zeker wel. Maar dat betekent dat de wederkomst nog even weg blijft. Want na die opwekking komt die afval. Paulus zegt er, want er komt een tijd dat de mensen in het algemeen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Ze willen het niet horen. Weg met je Jezus. Schuif uit, ben je dan weer met je Jezus. Hoe vreselijk. En we zien in deze tekst dat ook dat Satan hier een duidelijke rol in speelt. En zijn demonen. En onthoud goed, als de Bijbel spreekt over Satan of duivel, dan moet u niet denken dat Satan overal in betrokken is. Ik denk dat ik zelf nog nooit met de duivel te maken heb gehad, met hem persoonlijk. Wel met zijn spirits. Als er in de Bijbel staat de duivel of de Satan, dan zit hij erachter, maar het is een pars pro toto, een deel voor het geheel. Het gaat om miljoenen en miljoenen demonen waar we mee te dealen hebben. Het zijn er miljoenen, veel te veel, maar ze zijn er. En die worden onder de noemer Satan geplaatst. Want Satan is niet alom tegenwoordig, gelukkig maar. En hij is plaatsgebonden en hij is zeer beperkt en toch heeft hij macht. Ook soms over de kinderen Gods. En dat is de reden waarom ik ga spreken op Hemelvaartsdag over de verborgen agenda van Satan. Hoe werkt de demonische dimensie in onze dagen? Hoe worden we misleid? Op scholen, maar ook in kerken. Hoe worden we misleid? In de politiek, in de economie, in alles, in het milieu. Er is een verborgen agenda. En dan in vers 6 en 7, nou moet ik toch opletten dat ik niet alsnog te veel uitweid. In vers 6 en 7 gaan we in op de vraag, wie of wat is het die Satan en de wetteloze mens nog tegenhoudt? Paulus zegt, maar wacht slechts tot hij die weerhoudt, die tegenhoudt. Wie houdt die wetteloze mens tegen? Wie houdt de werking van Satan tegen? Wie houdt het tegen? Het staat er niet. Niet te snel zeggen, oh ja, dat is, denk er eerst goed over na, bid ervoor. Ik denk, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk en ik vermoed dat het hier gaat over de Heilige Geest en de gemeente. Want alleen de Heilige Geest kan de macht van de duisternis tegenhouden. En de Heilige Geest opereert in het lichaam van Christus, dat is de echte gemeente. Zoals jullie. Dat is geen grap. Jullie zijn gemeente van God. Als ik dat niet geloofde, als ik uw pastor niet vertrouwde, zou ik niet spreken. Echt niet. Zou ik vriendelijk, beleefd bedanken. Maar ik zou niet spreken. Ik sta hier omdat ik geloof dat jullie een hele belangrijke bediening zijn. Een deel van het lichaam van Christus.
En het gaat niet om de grootheid. Ik verlustig me altijd in jullie muzikanten. Ik ben blij. Ik ben niet jaloers. Ik ben blij. Nee, ik ben niet jaloers. Ik ben blij. En als jullie vertienvoudigen, heb je een logistiek probleem, verheug ik me erin. Want ik maak deel uit van het lichaam van Christus. Ik ben van Maranatha Ministries, of u het leuk vindt of niet. Of niet. Ik maak deel uit van Victory Outreach. Van de rots. En zo kan ik alle gemeenten wel noemen die de Heere toebehoren. Ik ben deel van het lichaam, broers en zusters. Maar we hebben allemaal onze plek in het koninkrijk. Maar goed, dat wou ik eigenlijk niet zeggen. Maar dat heb ik bij deze wel gedaan. Wie of wat houdt Satan en de wetteloze mens nog tegen? Ik denk dat het de gemeente is. In de confrontatie met een bezetene, dan geneest Jezus, bevrijdt iemand die is bezeten en die is doof en die is stom. En Jezus bevrijdt die man en hij krijgt allerlei valse beschuldigingen. Hij doet dat door de overste van de demonen, hij doet het door die, hij doet het zus. Maar dan zegt Jezus dit: ik doe dit door de vinger Gods. En de vinger van God, dat wijst naar Exodus, toen Gods geest en God Israël bevrijden. De vinger van God is de kracht van de Heilige Geest. Jezus opereerde in de kracht van zijn geest en de geest van zijn vader. En als die geest weg is, dan houdt niemand Satan nog tegen. Wij zijn het zout van de wereld. Als wij onze kracht verliezen door lauwheid, hoe zal de wereld gezouten worden? En als we straks weggenomen worden in de opname, wat ik geloof. Maar goed, daar hoeven we niet over te discussiëren, want daar zal ik straks nog wat over zeggen. Als we weggenomen worden, de geest in ons gaat mee. En daarom zullen de mensen die daarna voor Christus kiezen, niet echt een bescherming hebben. Maar sowieso gaan ze betalen hun keuze met hun leven. Dus zorg dat u gereed bent. En krijg nooit verdeeldheid hier over of we voor de grote verdrukking worden opgenomen, of we halverwege de grote verdrukking worden opgenomen, of aan het einde, wat ik niet geloof, maar hey, laten we daar geen ruzie over krijgen. Zorg dat u klaar bent, dat als hij komt, dat u bereid bent vast te houden aan uw geloof. Of niet? Als we vlak voor de grote verdrukking worden opgenomen, roepen we allemaal hoera, halleluja, amen. Dat scheelt een hoop ellende. Maar we moeten de houding hebben, de mentality, dat we sowieso loyaal blijven aan God en aan Jezus vasthouden in de kracht van zijn geest. Dus laten we ons daar niet over verdelen. We hebben geen tijd om over voor, halverwege, na. Zorg dat we gereed zijn. Vers 8 is goed nieuws, want dan lezen we dat Jezus zal afrekenen met de draak. Leest u thuis nog maar een keer. Hij zal afrekenen. Wij zijn allemaal overwinnaars als we bij Jezus blijven. We gaan niet verliezen, is onmogelijk. We zijn met Jezus meer dan overwinnaar. En in vers 10 komt die misleiding weer om de hoek kijken. Er staat ook bij hoe dat komt in vers 10. Hij komt met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. En dan komt de reden. En broeders en zusters, hou dit vast en blijf scherp. Waarom gaan ze verloren? Omdat ze de liefde tot de waarheid niet hebben. Ze hebben geen liefde voor de waarheid. En dit is ernstig. Het gaat om de waarheid. We moeten de waarheid lief hebben. Als het meest kostbare wat er is. In Efeze 6, dan staat er iets over de wapenrusting hè, van God. En de riem is de riem van de waarheid, of niet? Nou, als je een riem hebt die de waarheid wordt genoemd. En je doet die riem af en je pantalon is iets te ruim. Wat gebeurt er? En als je dan wil lopen, wat gebeurt er? Amen? En er zijn heel veel mensen gestruikeld in de bedieningen omdat ze die riem niet hebben omgedaan. Dat ze dachten, die riem die zit strak. Ik kijk naar mijn budget van de gemeente, die riem zit strak. Ik moet creatief worden. Word niet creatief. Niet ten koste van je riem. Ik zou bijna een nieuwe spreuk zeggen, behoed uw riem boven al wat te bewaren is. Maar waarheid
is belangrijk. Waarom? Omdat misleiding de hoofdrolspeler is in de eindtijd. Ik heb nog 12 minuten. Hoeveel in het vlees willen dat ik ga afronden? Dit is manipulatie, hè? Hoeveel willen dat ik afrond? Dank u wel. Ik zie geen één hand, dank u wel. Ik geef nog 4 handvatten. Zie hoe makkelijk je gemanipuleerd wordt. Want je wil niet in het vlees zijn natuurlijk, dus je kan nooit je hand opsteken. Ja, daarom zeg ik, je moet mij toetsen, hè? Als misleiding de hoofdrolspeler is in de eindtijd, wat is dan ons krachtigste wapen? De waarheid. En we hebben 4 bondgenoten in de strijd tegen de leugen. 4. Ik zal het heel kort houden. Ten eerste hebben we het woord van God. Jezus zegt over het woord van God: uw woord is de waarheid. Het is de lamp voor onze voet. Dit woord kunt u niet missen in de eindtijd. We moeten niet laks worden. Dit gaat boven internet. Boven goede tijden, slechte tijden. Boven alles. Dit woord. Amen, zus. Dank je wel. Dan hebben we de geest. Wat is hij? De geest der waarheid. Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het thans niet dragen. Maar wanneer de geest komt, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Dus de geest staat ook aan onze kant. En die hebben we nodig voor het zwaard. In Star Wars hebben ze lichtsabels, hè? Toch? Maar wij hebben lichtzwaard. Want de woord is een lamp. En het woord is ook het zwaard van de geest. Dus als je licht en een zwaard hebt, heb je een lichtzwaard. Amen. Kun je zeggen, wij hebben lichtzwaarden. Dan luisteren we helemaal niet meer naar je. Maar we hebben een lichtzwaard. Dus het woord is de waarheid. De geest is de waarheid. We hebben de geest van de waarheid. Maar wat dacht u van de gemeente? Weet u hoe de echte gemeente genoemd wordt? U mag uw gemeente zo noemen, denk ik. Een zuil en een fundament van de waarheid. U heeft elkaar nodig. Ook al voelt dat niet altijd zo, het is wel waar. Broer, mag ik een beroep op u doen, op u daar? Degene met de sterkste knieën. Ja, dat is moeilijk, hè? Kom maar. We gaan geen enge dingen doen. Ja, kom maar. Ik wil u iets visueel duidelijk maken, laten zien. Ik ga zoiets van je vragen, nu nog niet. Nee, je hebt geen last van je knieën. Nee, ik ga ook geen hele gekke dingen doen, maar ik wil niet dat je gewond het podium verlaat. In de gave van de geest, zegt Paulus in Korinthe, de gave van de geest die wordt verdeeld. Openbaringen van de geest, God verdeelt ze. Want als wij al 1 of 2 gaven hebben, worden we al hoogmoedig. Dus God moet ze verdelen. Want hij wil niet dat ik op mezelf het koninkrijk van God binnenga. Dat ik tegen deze broer zeg, ik heb je helemaal niet nodig, broer. Wil jij me wat vertellen? Hey, weet je hoe lang ik al christen ben? Hey, heb jij mijn opleiding gevolgd? Hey, stop met die flauwekul. Ik heb hem nodig. En hij heeft mij nodig. En daarom verdeelt God de gaven van de geest onder u allen. Sommigen hebben iets meer dan de ander. Nou ja, prijs God. Heeft u wat meer ontspanning? Broer, kan je even hier komen? Dat betekent, als ik niet alle gaven heb, ik heb er maar een paar. Misschien maar 1, maar dat maakt niet uit. Dat betekent dat ik geestelijk gezien op 1 been sta. Geestelijk. Niet fysiek. En als ik op 1 been sta, dan sta ik minder stabiel, of niet? Ja? Al ben ik nog zo atletisch. Dankjewel, broer. Kijk, hij voelt het, hij begrijpt het. Maar hij staat ook op 1 been, geestelijk. Ga maar op je 1 been staan. Dus hij wiebelt ook, zie je? Vooral als ik hem ga duwen. Dus wat moeten wij doen om stevig te zijn als we allebei geestelijk maar 1 been hebben? Ja, kijk,
Zie je? Dan staan we al iets steviger. Amen. Ja. Het is wel geen Epke Sonderland, maar het was... Maar dit is een geheim. We doen het met een grap natuurlijk. Maar ik hoop dat u de ernst pakt. U hebt elkaar zo hard nodig. Vooral in deze tijd. Ieder gebed wat u geeft voor de bediening, voor de zielen. Iedere euro die u investeert in de bediening, is het waard. Iedere taak. Iedere taak. Ik ben zo dankbaar voor iedereen in onze gemeente die zich inzet. Ik zeg het ook regelmatig. Daardoor kunnen we heel veel betekenen met een relatief bescheiden groep. Maar ze gaan ervoor. En ik zou niet kunnen doen wat ik doe zonder hen. Ik ben niet dom, ik zie dat. Maar we vullen elkaar aan. En we moeten echt beseffen, ga niet stoer doen, laat je niet misleiden, dat je geestelijk twee benen hebt. Het is niet zo. Dat lijkt maar zo. En dat laatste, Jezus zelf is de waarheid. En daarom, en daar rond ik af, word een Jezus deskundige. Leer wat Jezus leert. Bid en vraag de Heilige Geest om te geloven wat Jezus leert. Breng in de praktijk wat Jezus leert. Wees niet alleen een hoorder van het woord, wees een dader van het woord. En met deze vier bondgenoten in de eindtijd kunnen we staande blijven. Het woord van God is de waarheid. De Heilige Geest is de geest van de waarheid. Hij zal ons in alles helpen. De gemeente, de echte gemeente van God, is een fundament en een zuil of een pilaar van de waarheid. Je hebt elkaar nodig. Echt waar. En Jezus Christus is zelf de waarheid. Hij is de belichaming van de waarheid. En als wij hem kennen, van haver tot gort, als wij een Jezusdeskundige worden, als we dan per ongeluk op dat internet komen en weer zo'n Indianenverhaal lezen, vergeef me, dan worden we niet misleid, omdat we hebben geleerd het echte te kennen. Omdat we deskundigen zijn op het gebied van de gezonde leer, kunnen we ook direct onderscheiden als we met de valse leer te maken hebben. Alleen deskundigen kunnen soms onderscheiden. Wie kent het programma van de AVRO, Kunst en Kitsch? Oké, dan komen sommigen met een schilderij en dan hopen ze dat het duizenden euro waard is. En dan is het soms 25 euro. Of omgekeerd. Maar wie kan de echte waarde bepalen? De deskundige. En wij moeten deskundigen worden van Jezus onze Heer. En dan kunnen we de gezonde leer altijd als toetssteen gebruiken. Tegen elke valse leer. Amen. Amen. God zegen u. Dank u wel. Maar de eer gaat, ik geef hem vanavond weer aan God.